Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 HAVO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Ik wil eventjes het eerste deel van het hoofdstuk over exponentiële formules even samenvatten. Eventjes de belangrijke puntjes duidelijk maken, zodat jullie hiernaar kunnen terugkijken op het moment dat het je uitkomt en dat je denkt van, goh, het lijkt me toch wel een interessant onderwerp. Laat ik mijn hersens eens gebruiken, proberen. Dus, laten we even kijken. Ik denk dat het goed is om eerst eventjes te kijken naar een ander soort groei waar je meer vertrouwd mee bent. En dat is lineaire groei. En lineaire groei, dat is eigenlijk steeds plus hetzelfde. En datgene wat er steeds bij komt, dat wordt de richtingscoëfficiënt genoemd. Het wordt zelden uitgeschreven. Meestal wordt het afgekort met RC. En dat is ook een stuk leesbaarder. De algemene formule voor lineaire groei ziet er zo uit. Namelijk de hoeveelheid is A keer T plus B. En die richtingscoëfficiënt, dat is die A. En die B, dat heet het begingetal. En als je een grafiekje tekent, als die richtingscoëfficiënt positief is, dan ziet die lijn er bijvoorbeeld zo uit. Dit heb je als a is groter dan 0, maar als die a is kleiner dan 0, dan ziet het eruit als een dalende grafiek. Zeg maar meneer, is het dan wel groei? In de wiskunde heet toe- of afname allebei groei. Dus dit is gewoon lineaire groei. T-as en op de N-as. En hier is de oorsprong en getalindeling. Boeit niet zoveel voor dit voorbeeld. Dat is leuk. Dit is een beetje de basis. En dan hebben we ook exponentiële groei. En dat lijkt heel erg op lineaire groei. Maar er is wel iets aan de hand. Bij exponentiële groei heb je niet steeds plus hetzelfde, maar steeds keer hetzelfde. En dat hetzelfde, dat is dan de groeifactor. Dus bij lineaire groei heb je een richtingscoëfficiënt en bij exponentiële groei heb je een groeifactor. En die komt terug in de formule. N is b maal g tot de macht t. Die g, dat is de groeifactor en die b, dat is gewoon weer het begingetal. Nou, die grafiek ziet er heel anders uit. Als je een afstelsel pakt met t en n, dan ziet die grafiek er zo uit als g groter is dan 1. En als g kleiner is dan 1, dan ziet hij er ook zo uit, maar dan gaat hij andersom. Zo. Zo ziet hij eruit als g ligt tussen 0 en 1. En andere waarden voor g, dus g is gelijk aan 1 en g is 0 of kleiner, die hebben we nooit. Dus dit zijn echt de twee dingen die je tegenkomt. Ziet als die g groter is dan 1 heb je een stijging. En bij tussen 0 en 1 heb je een daling. En dat kun je ook gewoon op je rekenmachine tekenen. We gaan zo wel even een voorbeeldje tekenen. Dan komt er voor exponentiële groei een heel klein stukje bonustheorie die bij lineaire groei eigenlijk niet thuis hoort. Dus ik ga heel even hier naartoe. En dan gaan we het even hebben over procentuele toe- en afname. En de groeifactor. Want het blijkt dat als je procentuele toename doet, steeds 10% erbij. Hè, als je elke dag 10% erbij doet, dan vermenigvuldig je elke dag met een getal. Procentuele toename elke dag is exponentiële groei. Het is steeds plus 10%. Maar die plus 10% bereken je met een vermenigvuldiging. Dus het is steeds vermenigvuldigen met hetzelfde getal. Dus bijvoorbeeld als ik iets laat toenemen met 5%. Dan komt dat neer op een vermenigvuldiging met 1,05. Nou, als je 100 met 1,05 vermenigvuldigt, krijg je 105. Hey, er is 5% bijgekomen. Dat werkt voor alle getallen. Zo ook met bijvoorbeeld 10%. Als iets met 10% toeneemt, vermenigvuldig je met 1,1. Nou, als je dit niet goed ziet,
of je wil wat meer steun hebben, dan zeg je, nou weet je, dat percentage dat gaan we eerst gewoon even delen door 100%, zodat het procentteken weggaat. En dan doen we er nog even 1 bij. Hè? Want als iets toeneemt met 5%, dan heb je ook nog je oorspronkelijke 100%. Dus die wordt vertegenwoordigd door deze 1. En dit kan je zo doen, maar je kan ook terug. Je kan ook zeggen, nou ik wil van de groeifactor naar het percentage. Dan doe je min 1, hè, tegenstelling wat je hier doet. De inverse, en dan doe je keer 100%. Zo ga je van groeifactor naar percentage. Nou, dit werkt altijd. Dus als je groeifactor bijvoorbeeld 2 is, doe je min 1 keer 100%. Hey, keer 2 is een toename van 100%. Nou, dat is wel redelijk geloofwaardig. Maar kan die groeifactor ook kleiner zijn dan 1? Ja, dat kan. Dan heb je bijvoorbeeld 0,9. En als je 0,9 min 1, dan krijg je min 0,1 keer 100 is min 10%. En dat hadden we al gezien, hè? Als die groeifactor groter was dan 1, had je een toename. En als die groeifactor tussen 0 en 1 zit, dan heb je een afname. En een vermenigvuldiging met 0,9 is dus een afname van 10%. Oké, nou, dit gedoe dat we groeifactoren en een toer-afnamepercentage in elkaar gaan omrekenen, dat komt de hele tijd terug. En zoiets hebben we niet bij lineaire functies. Vandaar dat ik het even apart heb gezet aan de zijkant. Oké. Nou, dan is er een begrip dat heet de verdubbelingstijd. Ik hou even de volgorde van het boek aan voor exponentiële groei. Verdubbelingstijd. Hoe lang duurt het voordat de hoeveelheid is verdubbeld? Of, als er in geval van afname, is gehalveerd. We hebben ook de halveringstijd. Maar verdubbelingstijd en halveringstijd werken eigenlijk hetzelfde. Nou, doen even een voorbeeldje. Dat hebben we dan hier ook. Alleen bij lineaire groei ga je eigenlijk nooit op die manier erover praten. En daar is een goede reden voor, die zal ik zo vertellen. Dus we hebben verdubbelingstijd. Of halveringstijd. Oké, een voorbeeld. Hè? Dus ik heb een boom of een plant en die is 30 centimeter lang, weet ik veel. En hij groeit 2 centimeter per maand. Dus T is in maanden. En die N, dat is hoeveel centimeter die boom is, dat is hoogte, plant, hè? In centimeter. Oké, wat is dan de verdubbelingstijd? Nou, dan wil ik dus dat dit 60 is. Zeg maar, nou, ik wil dat 30 plus 2t gelijk is aan 60. Nou, dit kan je oplossen door die 30 naar de andere kant te brengen en te delen door 2. En je kan het ook oplossen met je grafische rekenmachine. Ik pak even de goede grafische rekenmachine, deze. Dat is degene die jullie, de meeste van jullie hebben en volgend jaar helemaal. En als je dat wil, dan kan je deze invullen in je solver en dan komt er een antwoord uit. Maar in dit geval, hier is de verdubbelingstijd 2t is 30 en dan gedeeld door 2 is 15. En ik zeg het tussen aanhalingstekens, want het is niet zo dat hij elke 15 maanden verdubbelt in lengte. Dat doet hij eigenlijk alleen maar de eerste 15 maanden. En als hij 60 is, dan duurt het 30 maanden voordat hij weer verdubbeld is. Dus dat hele begrip verdubbelingstijd, halveringstijd is hier eigenlijk een raar begrip. Maar ik wilde dit wel even doen om te laten zien hoe je aan deze vergelijking komt en hoe je hem kan oplossen. Wat we hier doen, kunnen we hier ook doen. En hier is het betekenisvoller. Stel je voor dat we hebben hier ook die plant. En de hoogte van de plant is 30 keer. Nou, laten we zeggen, er komt hier dus in de eerste maand komt er 2 centimeter bij. Maten we even 3. Laten we doen dat deze 10% groeit per maand. Zo 1,1 tot de macht t. Ja? Dan kan je ook zeggen van nou, ik wil de verdubbelingstijd weten. En dan wil ik dus dat 30 keer 1,1 tot de macht t gelijk is aan 60. Nou, hoe los je dit op? Dit kan je niet, dit kunnen jullie niet oplossen op je grafische rekenmachine met een knopje of zo. Dit moet je doen door een vergelijking op te lossen. Dus dan gaan we naar de solver en dan zetten we dit erin. Dus dan doen we hier solver, zit hier ergens, hier. Zie je dat? Dan gooien we die vergelijking erin. Dan zeggen we van oké, 30 keer 1,1 tot de macht x
of je kan het ook met een T doen, maar dat is meer typewerk, dat doe ik met een X. Is gelijk aan 60. Oké, okay. Dan zeggen we lost dit op raar ding. Hier, solve, zie je dat? En dan moet je de grenzen aangeven van hoeveel maanden zou het ongeveer zijn. Nou, niet minder dan 0 natuurlijk, want we kijken in de toekomst. En ja, laten we een absurd hoog getal nemen, 100 maanden. Dan zit die oplossing wel tussen. En dan zegt hij, oh, de hoogte is verdubbeld van die plant in 7,27 maanden. Solver geeft, T is 7,27 maanden. En hier is het begrip verdubbelingstijd veel betekenisvoller dan hier. Want hier hebben we die verdubbeling alleen maar in 15 maanden. In de eerste 15 maanden. Daarna duurt het twee keer zo lang voordat hij is verdubbeld. En dan duurt het weer langer voordat hij is verdubbeld. Hier niet. Hier maakt het eigenlijk niet uit welke getallen dit zijn. Want het gaat alleen maar om van wanneer is je groeifactor tot de macht T gelijk aan 2. In plaats van 30 keer 1,1 tot de macht T had je ook kunnen oplossen 1,1 tot de macht T is 2. En dan had je hier dezelfde T gekregen. Dus als je de lengte van de boom op tijdstip 10 pakt, laten we het gewoon even uitrekenen. Dus we nemen de lengte van de boom op tijdstip 10 en we nemen de lengte van de boom op tijdstip 10 en dan nog die 7,27 maanden erbij. Nou, bedenk even voor jezelf wat er gebeurt. En misschien is het juist een verrassing wat er nu gebeurt. Laten we eventjes kijken. Gewoon even voor de gein. Dus we gaan hier naar de calculation. En dan vullen we in. Ja, dus 10. Hè, dus dan krijg je 30 keer 1,1 tot de macht 10. Nou, dat is 77,8 of zo. Zie je dat? Oké. En dan nu gaan we hetzelfde berekening doen. Maar dan doen we niet tot de macht 10. Maar dan doen we tot de macht 17,27. Weet je wel? Nou. Dat is 155, nog wat. Is dat het dubbele van die 77,8? Nou, laten we even delen. De gedeeld door 2. Ja, zie je dat? Dus die verdubbelingstijd hier werkt vanaf elk tijdstip. Het duurt steeds 2,27 maanden om in lengte te verdubbelen. Hier niet, hier gaat het eigenlijk, procedureel gaat het steeds langzamer. Hè? Maar hier gaat het steeds met dezelfde snelheid. En die verdubbelingstijd of halveringstijd is ook steeds hetzelfde. Ja, maar meneer, wat is dan een halveringstijd? Nou, dat is hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld hier de radioactiviteit van een atoom. Die begint op 70. En de groeifactor is 0,992 tot de macht T. Dus het is eigenlijk 70. En dan laten we zeggen dat T in jaren is. Hè? Het hangt een beetje vanaf welke atoom je pakt, maar daar gaat het nu niet om. Die N is radioactiviteit in een of andere eenheid. Dat doet er niet zoveel toe. Radioactiviteit. Dan komt er gamma-straling en beta-straling en alfa-straling uit enzovoort. Als je natuurkunde hebt, komt er bekend voor. Als je geen natuurkunde hebt, boeit het niet. Het gaat er puur om de berekening. Oké, dit is een afname. Dus we willen weten wat de halveringstijd is. En we hadden gezegd... Eigenlijk dat begingetal, die 70, boeit niet. Je kan hem er wel bij zetten. Dan krijg je hier 70 en dan de halvering is dan 35. Maar ja, dit deel je door elkaar. En dan kom je eigenlijk gewoon uit op de vraag van... Hey, wanneer is 0,992 tot de macht T gelijk aan een half? En dat los je dan weer op in je grafische rekenmachine. Dus dan ga je naar de solver. En dan gooi je je vergelijking erin. Deze gaan we even aanpassen. En we gaan als vergelijking zeggen 0,992 tot de macht x is gelijk aan een half. Oké. Gaan we oplossen. Moet je weer een window geven. Hè, bij tekenen maakt dit ding altijd zelf zijn window. Maar als je dan een vergelijking wil oplossen, dan is het weer van je moet zelf een window. Een beetje raar. Maar goed. Hey, na 86,3 jaar. Hè, dan zeg je solver geeft. Want ja, dit is gewoon eigenlijk letterlijk wat je intoetst. T is 86,3 jaar. Dus wij, de docenten van wiskunde A en de mensen die examens maken. Gaan ervan uit dat jullie in dit soort gevallen de verdubbelingstijd en de halveringstijd kunnen uitrekenen. Heel belangrijk. Oké.
Dan is er nog een belangrijk iets. Dat is namelijk groeipercentages en groeifactoren omrekenen naar een andere tijdseenheid. En daarvoor gaan we ook eerst weer even kijken naar hoe het zat bij de lineaire groei. En daarvoor neem ik eventjes een hele snel groeiende plant. En is dus de hoogte van deze supersnel groeiende plant is 300 centimeter plus 0,2 keer t. En die t die is in dagen. Gewoon omdat ik het een leuk voorbeeld vind. En die n dat is de hoogte van de boom in centimeter. En dan zeg je, oké, dat is leuk, maar wat doet deze boom dan per uur? Hij groeit kennelijk met 0,2 centimeter per dag. Maar hoeveel doet hij per uur? En hoeveel doet hij per week? Dan zeg je, ja maar meneer, dat is een belediging van onze intelligentie. Dat weten wij wel. Kijk, er zitten 24 uur in een dag. Dus de snelheid per uur is gewoon die 0,2 centimeter gedeeld door 24. Daar komt een getalletje uit. Even kijken. Dus dat is 0,2 gedeeld door 24. Is 0,008333. Oké, dus zoiets. 0,008333. En dan zeg je van nou, dit is dan in centimeter per uur. Ja? En hoeveel dan per week, meneer? Nou, het was 0,2 centimeter per dag. Dan zitten 7 dagen in de week. Dus doe je 7 keer 0,2. En dat is 1,4 centimeter per week. Oké, nou, dit is allemaal redelijk recht toe recht aan. En dit hoort ook niet echt bij dit hoofdstuk. Maar ik wil het wel even doen om het contrast te laten zien met hoe het met exponentiële groei gaat. Want nu hebben we ook een boom. Een boom die ook in het begin 300 centimeter lang is. Maar die groeit, even kijken, laten we zeggen met 0,1% per dag. Oké, dus zoveel. Hoezo 0,1% meneer? Nou, dat verzin ik. Maar als het goed is, die t die vind ik zo lelijk, die gaan we even uitvullen. Oké. Hoezo 0,1%? Van, hoe doe je dat dan? Nou, hier, hè? Als iets toeneemt met 0,1% per dag, dan is de groeifactor dus gedeeld door 100 plus 1, dus 1,001. Zie je dat? En die 1,001, die zie je hier terug in mijn voorbeeldje. Oké, maar dit is natuurlijk weer, dus die t is in dagen, hè? En die n is in centimeter. En de toename percentage, hè, dat is een groei van 0,1% per dag. Oké, nou, dat is leuk, maar hoeveel is het dan per uur? Hè, dat is wat we aan het doen waren. We gingen het omrekenen naar een andere tijdseenheid. Dus hoe zit dit per uur? Nou, je kan misschien in de verleiding komen en zeggen van, hey, weet je, die 0,1% delen gewoon door 24. Hè? Dus dan krijg je 0,1 gedeeld door 24. Hè? Net als dat we hier deden, ging het delen door 24. En dan kom je uit op 0,04%. Hé, hoezo? Oh ja. 0,1. En 0,004%. Ja, dit zijn gewoon percentages. Dit is een percentage en een percentage. Oké. Okay. Dus, maar dat is fout. Hoezo meneer? Hoezo is dit fout? Nou, laten we van dit percentage een groeifactor maken. We delen het door 100. Ja? En dan deden we plus 1. En dan kom je uit op deze groeifactor. Nou, we hadden de groeifactor per dag. En deze zou dan de groeifactor per uur moeten zijn. En als we dit dan tot de macht 24 doen, dan verwachten we dat hier dan weer die 0,001 uitkomt. En het is een slecht voorbeeld. Dit komt ook ongeveer uit. Laten we het voorbeeld nog een keer proberen als we per week gaan kijken. Kennelijk werkt deze methode wel voor hele kleine percentages. Maar toch mag je hem niet gebruiken. Oké, maar hoe moet het echt? Je maakt van die 0,01% een groeifactor. Nou, die hadden we al. Dat is deze.
En in plaats van dat je een percentage door 24 deelt, wat dus fout is, maar wat je hier niet heel erg duidelijk aan kan zien, ga je hem tot de macht 1/24 doen. Dus in plaats van dat je bij lineair groeit, deel je gewoon door 24. En bij exponentiële groei doe je tot de macht 1 gedeeld door 24. Dus dan krijg je die 1,001 tot de macht 1/24, of de 24ste machtse wortel voor mensen die dat leuk vinden. En dat is dan 1,000042. Zie je dat? Als je afrondt. En hoeveel, wat is dan het percentage? Nou, dan moet je dit dus min 1 doen en keer 100. Dus dan kom je uit op een percentage van, even kijken, min 1 en keer 100. Een percentage van 0,0042. Vanwege die afronding. En ja, hier kwamen we volgens mij uit op, wat was het ook alweer? 0,1 gedeeld door 24. Ja, zie je, je komt bijna hetzelfde uit, hè? Dit was hoe je het echt moest doen. Dit was met die macht. Deze. En dit was hoe je het op de verkeerde manier doet. Dus dit is eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Want je ziet hier helemaal niet duidelijk van dat het echt heel erg fout is. Maar in het algemeen... Weet je wat? Ik geef zo wel even een ander voorbeeld waar het duidelijker is. Maar je moet het doen met die macht. Nou, je kan het ook doen per week. Dan pak je ook die groeifactor. En dan doe je hem tot de macht 7. Dus dan pak je je 1,001, je groeifactor, per dag. En als je dan per week wil hebben, doe je hem niet keer 7, maar tot de macht 7. En dan kom je iets boven die 7 uit. Ja, dit is een heel slecht voorbeeld. Als ik nog even had nagedacht voordat ik dit filmpje ging maken, dan had ik gewoon een pakkender voorbeeld gekozen dan dit. Want dit is heel erg niet overtuigend. Dat groeipercentage is dan, even kijken, als ik afrond, neem die er maar even bij. Dat is dus plus 0,702% per week. Oké, nou. Eigenlijk zou ik nu klaar zijn met deze uitleg. Hè? Want ik laat zien van, nou ja, als je naar een kleinere tijdseenheid gaat, moet je delen. En dan hier deel je gewoon door 24. Hier doe je tot de macht 1/24. En als je naar een grotere periode wil, doe je keer. Hier doe je keer 7, want er zitten 7 dagen in de week. En hier moet je tot de macht 7 doen. En het vervelende is alleen dat als je de foute manier pakt, je gaat gewoon je percentage door 24 delen. Of je percentage keer 7 doen, dat je dan ongeveer op dezelfde getallen uitkomt. En dat staat er niet aan. Dus ik moet helaas nog een voorbeeldje geven. Maar dan geef ik er maar één kant op. Oké, we moeten even naar de grotere percentages toe. Stel je voor, iets neemt toe met 30% per week. Ja, en de vraag is, hoeveel neemt het toe per dag? Ja, als we toch makkelijk bezig zijn, dan maak ik hier eventjes 28% van. Want dan kunnen we dan makkelijk door 7 delen voor de foute oplossing. Nou, er is dus een foute oplossing en een goede oplossing. En ik ga ook laten zien dat de foute oplossing echt fout is. Dat was een beetje moeilijk in het voorbeeld. Maar bij deze gaat het wel goed. Oké, de foute oplossing is van, oh, er zitten 7 dagen in de week. Dus ik doe 28 gedeeld door 7 is 4% per dag. De goede methode is dat je van die plus 28% per week de groeifactor maakt. Op deze manier. Hier, dus we zeggen we hebben een toename van 28% per week. En de groeifactor is dan 1,28. Weet je nog? Gedeeld door 100 plus 1. Oké. Dus dan hebben we hier die 1,28. Die doen we dan tot de macht 1 zevende. Hè? En daar komt dan een getalletje uit. Dus we doen 1,28 tot de macht 1 zevende. Nou, dat is 1,036 hè, als ik het afrond. 1,036. En als je hier dan weer een percentage van maakt, even kijken. 1,036. Dan moet je dus die kant op. Dan doe je min 1 keer 100. Dan kom je uit op 3,6%. Hé, dat is duidelijk anders. Zie je dat? Dus
percentage per dag is dus plus 3,6% per dag. Oké, nou heb ik dus twee manieren om het uit te rekenen. En dan zeg ik gewoon, ja, die is fout en die is goed. Maar ik wil ook nog even laten zien dat deze echt fout is. Hè? Want als iets met 4% per dag toeneemt, dan is de groeifactor 1,04. En als ik dat de hele week doe, dan krijg ik eigenlijk 1,04 keer 1,04 keer 1,04 keer en dat 7 keer. Hè? Dus tot de macht 7. En als ik 7 dagen achter elkaar 4% toename heb, dan kom ik uit op een groeifactor per week van bijna 32. Terwijl mijn groeifactor per week 1,28 was. Hè? Deze. Dus als je met deze terug gaat rekenen naar een week, dan gaat het fout. En dan kom je te hoog uit. En als je het met deze doet, met die 3,6%, dus deze, 1,036, als ik die tot de macht 7 doe, 7 dagen achter elkaar, dan kom ik ongeveer uit op mijn 1,28. Niet helemaal, omdat ik deze naar boven had afgerond. Hè. Het was eigenlijk 1,0358 nog wat. Dus vanwege de afronding zit ik hier nog een beetje naast. Maar ik kom wel gewoon uit op mijn 1,28. Dus pas op, groeifactoren omrekenen naar een andere tijdseenheid moet je doen met machten. En als je percentages moet omrekenen, moet je er eerst groeifactoren van maken. En dan pas kan je ermee rekenen. Oké, nou. Dan hebben we nog één ding. Namelijk formules opstellen. Dus ik heb hier eventjes een exponentiële... Laten we dus een exponentiële afname doen. Hier is een exponentiële afname. En hier hebben we een lineaire afname. Hè. We doen het ook weer even lineair. Zo. Nou, laten we ze ook door dezelfde punten laten gaan. Hè? Waarom niet? Dus we hebben hier t en hier n. We hebben hier t en hier n. Dus dit zit bij min 2. En de hoogte is hier 12. Hè? Nou, hier ook. Bij min 2 is de hoogte 12. En bij 6 is de hoogte... zullen we het gewoon mooi uit laten komen? Is de hoogte 4. Zie je dat? Het is niet 4, hè? Nee, het is weer 2. Nou, dan komt het gewoon niet mooi uit. Zo goed. 2. Oké. En hier bij hoogte bij 6. Zo. Hier is het wel 2. Zo. Ja, niet helemaal, maar dat is maar een idee. Dus ik heb hier twee punten. De punten die ik hier heb zijn t is min 2 en n is 12. En ik heb ook het punt t is 6 en n is 2. En hier heb ik t is, dat is dezelfde punt, hè? T is min 2, n is 12 en t is 6 en n is 2. En hier moet ik een ding maken van de vorm n is a keer t plus b. Hè? Dat was de algemene formule van lineaire groei. En hier moet ik iets maken van de vorm n is b keer g tot de macht t. Nou, eerst maar even kijken hoe dit ook weer ging. Wat je moet doen is een driehoekje maken. Ofwel in je hoofd, ofwel gewoon tekenen. En dat driehoekje, je gaat hier van min 2 naar 6. Dus je gaat 8 opzij. En je gaat van 12 naar 2, 10 omlaag. En we hadden geleerd dat je in zo'n geval de richtingscoëfficiënt kon berekenen. Met verticaal gedeeld door horizontaal. Dus verticaal was min 10. Horizontaal is 8, dus dat is min 5 vierde, ofwel min 1,25, daar kan je het meeste bij voorstellen. Dus dan zeggen we, de formule is dus gewoon n is min 1,25 keer t plus b. En die b die moest je dan vinden door een punt in te vullen. En je mag zelf weten welke, en dan kan je met het andere punt controleren. Dus we vullen bijvoorbeeld het bovenste punt in, dan vullen we min 2 in voor t. Dus dan krijg je min 1,25 keer min 2 plus b is 12. Nou, 1,25 keer min 2, dat is volgens mij plus 2,5. En dan brengen we naar de andere kant. Dus b zou dan 12 min 2,5 moeten zijn. En dat is 9,5. Dus de formule van de lijn luidt n is min 1,25 t... plus 9,5. Oké, nou, dit is mooi. Maar dit is uit de derde klas. Maar dit is wel iets wat je moet kunnen. Formule opstellen van een lijn. Van een lineaire formule. Nou, dat kan ook in het exponentieel, maar dan is het ietsje lastiger.
Kijk, hier zeg je van dit zijn ook 8 stapjes. Dus die 8 stapjes ga ik eventjes aangeven. Dan zeg je van kijk, ik heb mijn 2 punten en hier tussen zijn 8 stapjes. En het gaat ondertussen van 12 gaat het naar 2. Dus wat je dan op gaat schrijven is het volgende. Dan zeg je, nou weet je, ik heb hier eigenlijk 8 keer achter elkaar die groeifactor. Dus ik heb de groeifactor tot de macht 8. En als ik dat doe, dan ga ik van 12 naar 2. Nou, die groeifactor bereken je altijd met nieuw gedeeld door oud. Dus nieuw is hier 2, oud is 12. Dus hier komt gewoon uit 1 zesde. Of 0,167. Zie je dat? Alleen, het is niet goed om, als je met groeifactoren rekent, om je tussenantwoorden op 3 decimalen te doen. Eigenlijk moet je gewoon wat meenemen. Ik stel voor dat ik gewoon even alle decimalen meeneem die mijn rekenmachine heeft. Dus ik schrijf op min 1,6666, puntje, puntje, puntje. Ja. G tot de macht 8 is dit. Hoe kom ik dan aan G tot de macht 1? Nou, dat lijkt een beetje op wat we hier hebben zitten doen. Als je naar een kortere tijdseenheid wilde, ik heb 8 stapjes, maar ik wil 1 stapje, dan moet je het tot de macht doen. Tot de macht 1 achtste moet je hier doen. En dat is ook logisch, want als je dit ding aan beide kanten tot de macht 1 achtste doet, dat ziet er zo uit. Dan doe je deze tot de 1 achtste. En ja, deze ook. Die ook. Moet ze allemaal doen, hè. En die ook. Oké, dat is niet goed voor de helderheid, maar goed. Je doet dit getal tot de 1 achtste en dan krijg je G. Hè? Die G. Die 8 gaat hier weg, want je mag die exponent of menigvuldigen met elkaar. Weet je dat nog? Misschien weet je dat nog. Oké, dus hier krijg je je 1 gedeeld door 6. Dat is die. En die doen we dan tot de macht 1 achtste. En dan krijg je een groeifactor van 0, hij is kleiner dan 1. Dat klopt, want dat was een daalend ding. Zie je dat? 0,799. Puntje, puntje, puntje. Oké, dus nu hebben we als formule N is B keer 0,799. Puntje, puntje, puntje. Tot de macht T. Hoe vinden we B? Zoals we het altijd vinden, we gaan een punt invullen. Dus we gaan zeggen B keer 0,799 puntje puntje tot de macht min 2 moet 12 zijn. Dus B is 12 gedeeld door 0,799 puntje 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 tot de macht min 2. Nou, even uitrekenen. Dus we doen 12 gedeeld door het antwoord van zojuist, die zit nog in de rekenmachine, in ans, tot de macht min 2. En dat is kennelijk 7,67. En mijn formule is dus nu N is het begingetal 7,67 keer 0,799 tot de macht T. Nou, merk op dat we die B hebben berekend op basis van dit punt. We gingen die min 2 gingen we hier invullen en die uitkomst gingen we hier neerzetten. En dat ging hier op hetzelfde manier. We hebben hier die min 2 ingevuld. Hier. Toen hebben we gezegd van ja, we willen dat die 12 eruit komt. En op basis daarvan hebben we die B uitgerekend. Maar dat andere punt dan, dat andere punt is toch ook belangrijk? Ja, dat andere punt is heel belangrijk. Want nu kunnen we controleren of onze formule goed is. Dus we doen N is min 1,25 keer 6 plus 9,5. En als het goed is, komt er 2 uit. Dus even uitrekenen. Min 1,25 keer 6 plus 9,5 is 2. Hé, dat klopt. Zie je dat? Misschien kunnen we dat hier ook even testen. Nou, dat gaan we doen. Het bord is vol. Oké, dan doen we hier. Dus we gaan voor T gaan we nu 6 invullen. Dus we doen 7,67 keer 0,799 tot de macht 6. En als het goed is, komt er dan 2 uit ongeveer. We zitten afronding in, er komt niet precies 2 uit. Maar misschien komt er wel heel erg mooi ongeveer 2 uit. Dus keer 0,799 tot de macht 2 is... nee, niet tot de macht 2, tot de macht 6. Weet je nog? Tot de macht 6. Oké, even veranderen. Zo.
Hey, zie je dat? Dat is bijna 2. Dus dit is mijn 2. Dus dat tweede punt, wat je niet gebruikt om B te berekenen, dat kun je wel gebruiken om te checken of je formule goed is. En als je B goed hebt berekend, en dan komt hier toch iets fout uit, dan betekent dat hier je groeifactor fout is. En dat betekent hier dat je richtingscoëfficiënt fout is. Dus het is een mooie controlemechanisme. Dus, nou, dat was eigenlijk alles. Lineaire groei, exponentiële groei. We hebben iets gedaan met verdubbelingstijd, halveringstijd. Hoewel het hier niet een heel zinvol begrip is, want het is steeds anders. Op elk tijdstip, vanaf elk tijdstip heb je een andere tijd dat het is verdubbeld. En bij exponentiële groei is dat juist steeds hetzelfde. Maakt het niet uit wanneer je begint met kijken. Het duurt altijd deze tijd voordat het is verdubbeld. Daarom is het hier niet echt een zinvol begrip. We hebben groeifactoren en groeipercentages omgerekend naar andere tijdseenheden. Eerst even lineair gedaan, zoals je al misschien al wist. En hier exponentieel, dat gaat op een beetje een rare manier. Maar ja, probeer eens of je dezelfde antwoorden krijgt, zou ik zeggen. En tenslotte hebben we dan nog even vergelijkingsformuletjes opgesteld van lijn en van exponentiële groei. Nou, dat is een groot deel van het hoofdstuk. Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.